Morning YouTube, yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Jef en ik heb vandaag voor jullie een MW3 ACR gameplay. En ja, we halen hier lekker een MOABje. Het is niet een van de luxe MOABs, nee, het is echt een beetje een skralen, weet je. Je moet het echt, op een gegeven moment ook, volgens mij waren er nog maar 4 mensen in of zo. Maar goed, ik wil niet al te veel over de gameplay gaan hebben. Het is wel grappig, want ik speelde hier met Fish en met Robin Westland. Als ik het goed zeg, ja, Robin Westland. En ja, allebei gingen ze dood op een 16 streak. Dat is wel heel erg jammer. Ik had op een gegeven moment toch op het laatste moment, ik dacht, wat de fuck, weet je, we moeten even die cap pakken. Want we stonden volgens mij, ik dacht toen we erachter stonden, is een potje van gisteravond dan. En ja, dan moet je toch even die cap zien te pakken. Om een beetje tijd te kunnen gaan rekken. Nou, uiteindelijk had ik hem nog net aangehaald, kon hem nog net aan inkallen. Maar helaas ging hij niet af. Maar goed. Het is dus weer een MOAB, eindelijk is het me weer gelukt, het is een tijd terug. Waarom is het nou eigenlijk een tijd terug? Dat komt eigenlijk door dat ja, veel bullshit, weet je. Het is echt kloot iedere keer. Lobby's, dat faalt gewoon, lopen ze in te klooien, het is onwijs laggy. Met één kogel ben ik dood. Wat ook nog vaak gebeurt is dat ik dan... ja, weet je, dan schiet ik wel op ze, maar dan gaan ze gewoon niet dood. Het is gewoon echt balen, maar goed... Ja, MW3. Ook bijna niet meer, nou zeg maar gerust, niet meer spelbaar. Zal COD nou nog spelbaar worden straks, in de toekomst? Ik hoop het wel. Ik hoop het echt. Want op zich vind ik COD wel, ja, ik vind het wel leuk, weet je. Ik heb het hoop gespeeld, ik vind het ook een hoop, ja, ik heb er een hoop plezier in. En vooral met die mobs halen, weet je, dan heb je tenminste nog een doel. En ja, Black Ops heb ik dat niet. Ik heb geen doel om... een nucleair, ja, dan ken ik een plaatje. Wauw. Niemand ziet dat gewoon, dat ik een nucleair heb gehaald. MOAB is gewoon, weet je, bam. En iedereen gaat ook nog dood, tenminste als er nog mensen in zitten. MW2 heb ik niet echt gespeeld. Ik heb het, ik denk 2 keer gespeeld of zo. Ik denk een potje of 4, 5, misschien 6. En ja, dan kan je een nuke halen. Heb ik nog niet gehaald. Ik had die spel, ja, ik had die spel geleend, weet je. Nee, ik had dat spel te leen. En ja, niet echt voor de nuke gegaan of zo. Misschien moet ik hem wel weer lenen of zo. Dan kan ik voor de nuke gaan. Nee, maar weet je, ik vind het gewoon jammer. En ik vind het gewoon kloten. Het is echt de spelers, weet je, die het echt verpesten. Ik heb ook nog wel een gameplay voor jullie. En dan word ik gewoon constant ge-XM25. Weet je, dan schieten ze zo'n bommetje op je. Nou, dan ben je, wat de fuck ben je aan het doen? Maar goed, dat even terzijde. Wat, vandaag had ik zoiets en weet je wat, ik ga even vertellen waarom Team Dief. Ik krijg heel vaak de vraag, Jef, je hebt je naam veranderd naar Team Dief. En waarom heb je dat gedaan? Nou, ik ben Team Dief, weet je. Ik upload als enigste op mijn kanaal. Ja, zeg je misschien wel, ja, Jefan heb ook wel eens geüpload. Ja, natuurlijk heb Jefan wel eens geüpload. En Jefan is ook een teammaatje van me. Toen Team Dief nog bestond. Het bestaat nu niet meer. We zijn ermee gestopt. Ja, als je YouTube kanaal hebt, je hebt je werk, je hebt een vriendin en een website en je moet alles nog organiseren en regelen, dan, ja, weet je, dan is 1 dag van 24 uur, dit is gewoon veel te kort. Dan moet je gewoon echt dagen van 48 uur hebben, dat is gewoon een stuk beter. Dit is gewoon niet te doen, weet je, dat is gewoon, ja, het is gewoon jammer. Het lag toen al een tijdje, lag het alweer plat en toen had ik zoiets van, nou, weet je wat, ik ga het toch weer oppakken, want ik vind het toch op zich wel leuk om met mijn teammaten te spelen. En toen heb ik alles weer op de rit gezet. Toen hebben we ook gezegd van, nou, weet je wat, jij doet dit, jij doet dat, jij doet zulks en jij doet zo. He, de ene de regel de game battles, de andere keer gewoon even een oefenavondje. De andere die regelde dan de uitjes. Dat deed Jefan dan, altijd wel goed geregeld hoor, daar niet van. Maar... ja, dat deed ik dan ook weer samen met hem, weet je wel. Dan gingen we gewoon die uitjes regelen en organiseren. Het was erg leuk en erg gezellig. En ja, dat is ook allemaal terug te lezen natuurlijk. Of terug te lezen, waarom mij nou stom. Nee, terug te kijken op het kanaal van Team Dief. Het is gewoon leuk. Maar goed, ja, en nu had ik zoiets van, weet je wat, ik heb er gewoon geen tijd meer voor, weet je. Ik moet er heel veel tijd in stoppen in YouTube zelf. Je moet je gameplays halen. Nou, 9 van de 10 gameplays kan je niet eens gebruiken, want dan quitten ze of... weet ik veel wat, je krijgt van die bullshit allemaal. En ja, daar gaat gewoon een hoop tijd in zitten. En ja, nou ga ik ook vertellen een beetje waarom Team Dief. Nou, Team Dief, hoe is dat eigenlijk begonnen allemaal? Ik speelde samen met Jefan en Erik, hè, UGX Mysteries, die kennen jullie ondertussen wel. Speelden we vaak zombies en dat was in Black Ops 1. En toen hadden we zoiets, nou weet je wat, we zijn er een beetje op uitgekeken. We willen gewoon wat anders gaan doen. En toen zijn we eigenlijk online gaan gamen. Ik vond online gamen niet zo super leuk. Maar ik had wel zoiets, nou het is wel grappig weet je wel. Dat zombies, dat had ik ook wel een beetje gezien. We waren echt best wel goed bezig op kino. Want je begint om 7 uur 's avonds en om 2:30 zit je nog te spelen met het potje. Dus het schiet allemaal voor geen meter op. Daar gaat zoveel tijd in zitten. En ja, op een gegeven moment zijn we dus een clan gestart. En ja, dat heette dan Team Dief ook gewoon. Erik had toen die naam bedacht. Dief, dat is een afkorting voor Deadly Incredible Elite Force. En ja, dat was wel geinig. En ik had op een gegeven moment een kanaaltje gestart. Want ja, weet je, daar kon je een beetje mee. Met Black Ops 1 kon je dan 30 seconden kon je opnemen. Nou, dat gingen we dan een beetje voor elkaar, weet je wel. Gingen we dat uploaden met een muziekje eronder. Maar ja, iedereen kan dat zien. Hè. Op een gegeven moment kreeg ik een hoop reacties. Nou, dat is wel grappig. En dat moet je gewoon vaker doen. En toen had ik zoiets van, weet je wat, ik ga gewoon eens een keer... Ik ben een beetje geïnspireerd. Zeg ik dat goed? Nou, ik hoop het wel, anders laat je maar even achter in de reacties. Maar ja, door onze enige echte Pieter, hè, om op een bakfiets. En ja, die maakte commentaries. Die had toen iets van 2500 subs. En toen had ik zoiets van, what the fuck, dat is wel leuk, weet je. Ik wil dat ook wel doen. Nou, dan ging ik met zo'n krakkemikkig headsetje, ging ik dan een beetje opnemen en zo. En ja, toen had ik zoiets van, nou weet je wat... Het is wel geinig, want ik kreeg er heel veel reacties over. Van Jeff, dit is eigenlijk toch wel leuk en ik ben gesubscribed op je. En ja, op zich wel, we deden een hoop, we deden wel een aantal van die fun dingetjes. Weet je, ook met de kerst dat die gasten bij me waren. Nou, dan ging ik een beetje knippen en plakken en kloten. Nou, als ik er nu terugkijk, denk ik van what the fuck, ben ik in godsnaam mee bezig geweest. Het ziet er allemaal niet uit. Maar op dat moment, weet je, je bent gewoon een beginneling. En heb je toch zoiets van, nou ja, dat is toch eigenlijk wel heel erg leuk. En ja, zo is het eigenlijk een beetje begonnen, dat ik met mijn kanaal ben begonnen. Toen had ik het kanaal DeleteNL, DeleteNL of zo heette dat. En ja, ik was het wachtwoord weer even kwijt. Nou ja, goed, Jantje 075, nee, dat zegt niet goed. Jantje 070, hè. Ja, Jantje 070, Den Haag. Die had toen een kanaal aangemaakt voor ons ook, gewoon Team Dief. En daar zou ik dan gewoon gaan uploaden. En ja, zou ik wat gameplay van iemand anders doen. En dan zou ik dan opnemen, hè, met een Roxio. Had ik toen de tijd gekocht. En dan kon iedereen gewoon lekker zijn gameplay opnemen. Gewoon lekker inspreken en dat zouden we dan gaan uploaden. Nou ja, de ene die had, weet je, een kutcomputer. Dus dan kon hij weer niet inspreken en zo. Want je moet natuurlijk wel Vegas hebben tenminste. Dat is wel... een van de beste programma's natuurlijk. Dus ja, dan hadden ze weer gaan Vegas en zo. En dat was weer gezeik. En die moest er overal achteraan. En toen had ik eigenlijk gezegd van, nou weet je wat. Ik ga dat lekker in mijn eentje doen. En ik vind het allemaal wel best. Toen had Erik zoiets, nou weet je wat. Dat lijkt me ook wel leuk. Ik heb toen HD PVR gekocht. Toen kocht hij die Rockshell van mij over. En toen heb hij ook nog een, denk ik een gameplay of 3-4 had hij dan upload ook op het kanaal van Team Dief. En ja, we waren toen nog heel erg klein. We waren nog onder de 100 subs geloof ik. En ja, dat was op zich wel vrij aardig. Op een gegeven moment kwam er een beetje hommeles in de tent. Tussen de teamleden en zo. Wat ook wel erg zuur was op dat moment. Want ja, we waren toen wel heel groot. Hè? We hadden best wel een heel grote clan. En toen hebben we eigenlijk toen de tijd al gezegd van, nou weet je wat, we gaan die kleine kinderen, die halen we eruit, hè, die onder de 16 waren, dus 14 jaar en jonger, die gingen er eigenlijk uit. Nou, uiteindelijk gingen die van 14 tot 16 gingen eruit en dan gingen we echt van 16 plus gewoon door. Nou ja, daarna waren we dus met een klein groepje waar we eigenlijk heen wouden gaan, zijn we ermee verder gegaan eigenlijk met Team Dief. En ja, dat ligt nu gewoon helemaal op zijn gat. Erik die had toen ook gezegd van, weet je wat, ik ga lekker een eigen channel beginnen. Hij zou toen ook naar een andere clan gaan. Vandaar ook dat UGX. Nou ja, Mysteries is gewoon zijn gamertag natuurlijk. Ja, die is gewoon voor zichzelf begonnen. Toen hebben we een paar keer een duel gedaan. Ik heb hem een beetje geholpen. Want toen de tijd had ik zo rond de 500 subs denk ik inmiddels. Ongeveer hoor, ik weet het niet eens meer precies. Want ik praat ook alweer over 2 jaar terug als het niet langer is. En ja... Nu heb ik ook zoiets van, weet je wat, Team Dief is gewoon van mij. Ik ben Team Dief, weet je. En daarom heb ik ook gewoon van DeleteNL, van mijn gamertag, wat ik al vanaf mijn 13e al gebruik. Niet op Xbox dan, maar wel op de PC toen de tijd. Ja, van DeleteNL ben ik gewoon afgestapt en heet ik nou gewoon Team Dief. En ja, daarom, weet je, het kanaal Team Dief, dat is gewoon van mij. Ik upload er, ik stop er al de tijd in. De jongens zeggen het ook weer allemaal van... ja, het is jouw kanaal. Jij bent Team Dief en jij doet het allemaal. En ja, wij hebben er eigenlijk niks mee te maken. En de laatste tijd heb Poudina075, een teammaatje, schuinstreeps, dorpsgenoot, maatje van me. Die heb ook een keer wat geüpload. Die is ook gestart met zijn kanaal. Na de vakantie, als hij terug is, gaan we ook zeker een duel, of tenminste een duel doen. Gaan we een, hoe noem je zo'n ding? Ja, een serie doen met elkaar. Het is allemaal opgenomen, maar ja, er is wat fout gegaan. Ik heb niet via Skype gekregen, ja, zijn wachtwoord en zijn inloggegevens en zo. Dus ik kon niet video's uploaden. Hij zou ook de video's, zijn gameplay zou hij naar mij toesturen, zodat ik kon bewerken voor hem. Nou, dat is allemaal niet goed gegaan. Hij had het wel naar mij, hier had ik mijn MOAB en moest ik hem heel snel inkallen, maar goed. Ja, toen moest ik even dus... Die gameplays hebben, maar dat is niet helemaal goed gegaan, want zijn vader deed die computer uit toen hij op vakantie ging. Dus ja, dat komt na de vakantie. Maar goed, de gameplay zit er alweer op. Ik kan er hier nog wel even uren over doorpraten. Ik hoop dat jullie de commentary leuk vonden en dat jullie ook een beetje weten waarom en hoe of wat. Zijn er vragen, stel ze gerust in de comments en dan komt alles allemaal dik in orde. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet geen like achter te laten. Je kan het natuurlijk ook even je favorieten doen. Volg me op Twitter, link staat in de beschrijving. Tot later. Ciao.